Mijn ouders keken huiverig naar Georgië. Zou je daar nu al naartoe gaan? Toen schreef ik een brief van ja, dat komt wel goed en ik volg mijn hart. Ik wil een heel belangrijke rol spelen in dat land. Ik wil heldin van Georgië worden. We hebben iets in onze mars en we gaan dat land opbouwen. Toen begon natuurlijk een hele nieuwe fase voor het land en voor ons gezin. Iemand die zo achter haar man staat en op die manier mee wil doen zonder zelf in de politiek te zijn, dat vonden ze heel bijzonder. Georgië is een land dat je leven op zijn kop zet. Als je Georgië bent geweest, wil je terugkomen. Dit is een bijzonder volk. Dit is een bijzonder land. Hun vader, in beide gevallen, was altijd al de eeuwige afwezige. En dan hebben jullie ons gefilmd, 's morgens. Nou, toen mijn vader ervan hoorde, kwam hij meteen naar huis. Het lijkt dat je een toneelstukje zit op te doen. Ja. Zo is het. Ik denk dat macht, dat je daar verslaafd raakt. Hij is politicus, hij zet de grote lijnen. Hij wil eerst dat land economisch op poten hebben. En dan komt er wel geld voor arme mensen. Maar daar ben ik dus echt niet mee eens. Er zijn ontzettend veel problemen. Ik zie die gezinnen. Ik lees die brieven. Ik ga er naartoe. Ik zou gewild hebben dat hij meer naar me geluisterd had. Als ik Georgisch was geweest, was het misschien anders. Ik ben er heel trots op dat wij vandaag ons 20 jaar huwelijk vieren. Jij hier en hij daar. Dat is zo. Nou ja, we zijn toch samen. Georgië verbindt ons. Het is toch een bijzonder leven. Hè? Die pieken en dalen maken het juist zo interessant. Dat is wel eens moeilijk als politiek tussen beiden komt. Dat is altijd het moeilijkste voor mij geweest.